Voor de gelovigen onder u, het is iets om over na te denken. Voor de anderen, geniet van het liedje. Als we de kerk nu eens verkopen, hebben we geld met hopen, kunnen de hongerigen ook iets eten, hoeft de pastoor niet meer te preken, en kan de man meteen gaan trouwen, ook al is hij niet voor de vrouwen. In plaats van zondags naar de mis, doen we een leuke bijbelquiz, de parabel. De parabel, de parabel van de laatste eeuw. En als er iemand sterft, wordt er een hartje gekerfd in de boom op het dorpsplein. Al de geliefden zullen er zijn, en het verdriet wordt er beklonken, tot 's avonds laat gewalst gedronken. En de kaarsen die men brandt, worden fakkels op het strand. De parabel, de parabel, de parabel van de laatste. Absoluut een god, ga dan praten met de zoot, die met zijn narre pakje aan liedjes zingt over het bestaan. Dan zal hij je wel vertellen, dat welke god je ook wil hebben, in je zoeken nooit mag vergeten, om graag te zien en lekker te eten. De parabel, de parabel, de parabel van de laatste eeuw. De parabel, de parabel, de parabel van de laatste eeuw. Come on.